Goedenavond allemaal. Eens even kijken dat ik mijzelf ook kan vinden. De live staat even aan. En nu nog kijken of ik de reacties kan vinden. Even kijken. Hij wiebelt nog een beetje. Ik moest nog even wat aanmaken. Mijn oplaadkabel. Anders dan valt hij straks misschien halverwege uit. Dat zou natuurlijk ook jammer zijn. Even kijken. Nou, goedenavond in ieder geval. Welkom weer bij deze live. Weer een weekje geleden voor mij. Maar ik ben er weer. Ondertussen ben ik even mezelf aan het zoeken. Eens kijken. Nou, vanavond best wel een leuke live. Al zeg ik het zelf, want ik ga met de nieuwe planner collectie van Elizabeth Craft Design live. Dus, nou ja, weet je, dat is altijd goed. Tenminste, in mijn ogen. Ik had gewoon het geluk dat ik daar alweer lekker mee aan de slag mocht gaan. Dus ik heb al het een en ander gemaakt. Ik ga vanavond gewoon wat met jullie bekijken. Wat er allemaal in zit en wat je er allemaal mee kan doen. En jullie kunnen vast zelf nog heel veel meer ideeën verzinnen. Ik kijk wel even hoe lang het allemaal lukt. Ik ben gewoon niet fit. Ik ben verkouden en alles. En getest, geen corona. Maar goed, ik ben niet helemaal fit. Dus ik wil gewoon wel lekker alles laten zien. Of ik nog wat ga knutselen, dat bekijk ik even. Maar ik ga sowieso voorbeelden laten zien. Dus dat jullie meer ideetjes krijgen hiermee. Allereerst, in deze nieuwe plannercollectie is ontworpen door Esther Glas, zit een heel nieuw boek met designpapier. Voor wie deze boeken nog niet kent, dit zijn boeken met designpapier met 2 verschillende diktes. 32 dubbelzijdige vellen met 120 grams en 32 dubbelzijdige vellen met 250 grams. Wat ik vaak doe is de dikkere vellen, die zitten achterin. Die van 250 grams gebruik ik als basispagina's. Dus als ik daar mijn plannenpagina's, bijvoorbeeld voor deze A5 plannenstands of voor de sidekick, dat stans ik dan uit de dikkere vellen. Want die zijn dik genoeg als basis en dan plak je natuurlijk nog weer dingetjes op. Ik zelf gebruik die dunnere vellen dus niet voor mijn basispagina's, want dat is bijna niet te doen met omslaan. En als het gaat scheuren is dat natuurlijk jammer. Dan, wat had ik... Oh ja, maar daar kom ik zo op. Nee, er zitten al wat velletjes in. Dus daar ben ik al mee aan de slag gegaan. Dus ik heb alles niet meer compleet. Maar wat ik nog wel heb, laat ik zien. En soms heb ik van de dunnere vellen het al gebruikt, dan van de dikkere vellen nog niet. Het is een mix van, nou ja, je ziet op de voorkant wel groen, geel, goud, zwart, rood. Dat een beetje. En het is een beetje, er zitten wel wat kerstige dingen in, maar ook niet alles. Dus hier heb je wel iets met een slee. Maar goed, hier heb je ook wel weer gewone takjes en ja, neutrale pagina's. Ik ga gewoon even een beetje doorheen bladeren, dat jullie een beetje kunnen zien wat erin zit. Volgens mij, maar ik weet dus niet of een Tiets of een Janine of een Jeanette of iemand in de buurt is. Volgens mij is het al te bestellen. Maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Nou ja, dit is ook slee. Ja, dit kun je dus heel leuk ook als losse elementjes uitknippen en op je kaart of pagina gebruiken. Maar je kunt ook zeggen, hier maak ik mijn basispagina van. En hier ga ik wat leuke dingen opmaken. Nou, wat leuke geschreven teksten. Labels die je kunt uitknippen. En nu zag ik ergens, en ik weet niet meer of dat hier was in de groep. Op Facebook zag ik een bericht. Wanneer knip je nou dingen uit het dunnere papier en wanneer uit het dikkere papier. Die wil ik straks ook nog laten zien. Even kijken. Hey. Ik wil mijn video niet laten zien. Oké, top. Ik heb een beetje, dit heb ik bijvoorbeeld van het dunne papier gedaan. Omdat dit iets is wat ik op mijn pagina ga plakken. Dus wat daar vast op komt. Dus als ik het echt vast ga plakken, doe ik het vaak uit dunnere papier. Want dan vind ik het dikkere papier, de achterkant gebruik ik dan liever voor een pagina. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Even kijken, deze labeltjes heb ik ook uit dunne papier gedaan. Maar ga je ze als losse labels aan een kaart gebruiken, dan zou ik het eerder weer van wat dikkere papier doen. Omdat het dan steviger blijft zitten. Nou, dit heb ik ook allemaal uit dun. Dit heb ik weer uit dikker papier gedaan. Eigenlijk heb ik een beetje een mix gedaan. Dit zijn ook leuke dingen, kom ik zo ook op terug. Heb ik ook uit dikker papier gedaan, want daar kun je dingen uit insteken. Nou, labels doe ik eigenlijk ook vaak uit grote labels uit dikker papier. Want dat kun je ook weer overal bij gebruiken. Heb ik slecht beeld? Oké. Daar kan ik eigenlijk nu niet zo heel veel aan doen. Nou ja, mooi groen papier met wat kerstbomen erop. Nog meer mooi groen papier. Dus je ziet echt wel dat het allemaal te combineren valt. En het valt ook te combineren met de boeken die er al zijn. Of boek 2, boek 1 is al bijna overal uitverkocht. Dat is echt een gelukje als je dat boek nog vindt. Nou, wat leuk geschreven papier. Sneeuwvlokjes. Ook wat leuke postcards. Deze heb ik dus al uit het dikkere papier geknipt. Dus de achterkant kan ik dan nog gebruiken of iets. Nou, zwart. En wat meer dat goud, bruinachtige. En het ontbreken natuurlijk al wel wat dingetjes. Leuke cijfers die je weer kan verwerken. Die je kan als geheel kan gebruiken als pagina. Maar je ook weer in stukken kan knippen. Nou, nog weer mooi designpapier. En allerlei kleuren. En het is dus ook heel leuk voor de DecemberDaily, waar ik laatst aan ben begonnen. Dat ga je elke dag in december een pagina maken. En op die pagina verwerk je iets wat je die dag hebt gedaan. Met een foto, met een geschreven tekst, met een plaatje uit een tijdschrift. Noem maar op wat jij die dag hebt gedaan. Maar zo kun je een beetje een december vullen wat jij die december hebt gedaan. En zo kun je ook planners maken van een heel jaar. Dat je bijvoorbeeld van elke week een pagina maakt. Of zegt ik ga per maand 2 of 3 pagina's maken. En zo kun je van een heel jaar al je gebeurtenissen en leuke dingen, misschien minder leuke dingen bijhouden in een planner. Op een creatieve manier. Nou, ik ga even iets doorbladeren, want ik ken mezelf alweer. Deze vind ik ook mooi met die bloemen erop. En wat geschreven tekst tussendoor. En wat leuke effere, of nou niet effen, maar neutralere kleuren. En, van kaarten, de symbolen. Nou, in ieder geval gewoon prachtig papier. Kijk, deze heb ik ook al gebruikt in het dikkere papier. Dat is van Silent Night. Ook heel leuk. En nou kom ik aan bij het dikkere papier. Nou ja, en dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als wat ik al heb laten zien. En misschien dat ik niet alles precies heb laten zien, omdat ik natuurlijk al pagina's heb gebruikt. Maar dan gaan jullie die zo meteen zien bij de voorbeelden. Dus genoeg papier om weer van allerlei leuks mee te doen, dacht ik zo. Dit gaat mooi weer voorin. Dat gebruiken we nog weer een keer. Want ik heb nog genoeg pagina's voor mijn DecemberDaily die ik moet maken. Of die ik wil maken. Zo. Dan ga ik beginnen met de standmallen. En ik heb niet de mooie verpakking zoals jullie die gaan krijgen. Want ik krijg de mallen heb ik eerder opgestuurd gekregen. Dus daar heb ik de voorbeelden niet bij. Ik neem even een slokje drinken ondertussen. Ik ga beginnen met de eerste pagina. En ik ga daar gewoon meteen de voorbeelden bij laten zien. Bedenk ik me nu net. Wat koffie al niet doet met mijn gedachten. De eerste. Ik weet ook niet de nummers. Daar heb ik er nog niet bij staan. Want ik krijg ze dus zo geleverd. En nee, dat is iets wat nog moet gebeuren. Maar goed, dat maakt bij mij wel dat ik ook wat meer ga combineren. Als ik het niet per se, op naam heb gesorteerd al. Ik heb het wel per set overigens in een hoesje zitten hoor. Eens even zien. Nou, de eerste standbeeld die ik ga laten zien is een basispagina voor de grote plannen. Voor de A5. En dat is een hele leuke pagina. Met een mooie boom erop. En misschien herken je die boom wel van... Even erbij pakken. De Mason Jar Set. Die hebben jullie vast al bij mij vaker gezien. Deze Mason Jar. Die heeft ook van die mooie bomen erin zitten. En dat zijn dezelfde soort bomen. Alleen is deze weer wat groter. Dus daar heeft Esther natuurlijk over nagedacht. Dat dat bij elkaar past. Kijk maar, als ik deze pak. Kan ik deze hier zo bijzetten. Want dat past precies. Kan ik iets hoger? Ja, dat kan ik. Dus die past daar heel leuk bij. En er zitten dan nog wat leuke rendiertjes bij. Die je kunt gebruiken. En een rondje. En deze, het woord joy stamt je daaruit. En ik ga even de andere ook opzoeken. Dat is deze. Kijk, hier zijn er dus al meer van. Dat is een oudere, of een van de vorige set. Even kijken. Dat is de 1869 Planner Essentials 43. Daarmee kun je dus ook van die leuke woorden stansen. Die je weer heel leuk aan je pagina kan toevoegen. En bij deze set, die dus al uit is, daar zitten ook van die matrondjes bij. En dan kun je dus de tekst uitstansen en hem matten op een ondergrond. Dus daar komt de tekst net wat beter uit. Ik denk dat ik die ben vergeten te mailen naar Alice. Maar dat ga ik nog doorgeven, dat die erbij kan. Deze pagina ben ik al mee aan de slag gegaan. Eens even kijken. Kijk, en dat heb ik hier gedaan. Hier heb ik de boom gestanst. Gewoon uit even groen papier. De pagina. En daar heb ik die twee kleinere bomen van de Mason Jar bij geplakt. Op de achtergrond heb ik hier ook een nieuwe tekststempel gebruikt. Dat is deze. Even kijken hoe ik hem goed kan laten zien. Zo denk ik. Nee, ik denk dat dit niet goed te zien is. Even kijken. Zo denk ik. Daar heb ik deze tekst hier onderin, Believe in the Magic of Christmas, heel vaak op één lijn gestempeld. En zo krijg je dus, kun je dus zelf hele leuke achtergronden maken voor je planner. En ook deze, een stempel voor een reinforcer heb ik hier op deze pagina gebruikt. Dus je hoeft niet per se een stans te hebben van een reinforcer, maar je kunt hem dus ook heel leuk stempelen. En dit kun je dus ook weer heel leuk combineren met de diertjes van Jozet. Deze cijferstans is ook een nieuwe stans. Dat is deze. Met de grote cijfers en een klerenhanger erbij. Met een soort label. En hier horen bijpassende stempels bij. En die heeft Esther al eerder uitgebracht. Even kijken. Dat is de CS233. Kijk maar. Die zijn even groot, dus je kunt hem dan ook nog stempelen. De stempels zijn namelijk eerder uitgebracht. En er was best veel vraag naar om bijpassende stansmallen hierbij te krijgen. Dus vandaar dat je bij de stansmal bij de stempel een stansmal krijgt. Dat is de reden eigenlijk achter dit idee. Dus, deze komen heel veel terug in mijn DecemberDaily. Die gebruik ik naast een andere stempel al mijn datums aan te geven. Deze komt zo meteen ook nog terug. Dat is de pagina met de kerstbomen. En weet je, dit is een basis. Hè? Dus straks komt hier nog meer bij. Want ik heb de bomen zo opgeplakt dat ik hier nog wat achter kan steken. Aan een foto, een tekst of wat dan ook. Dus ik zorg wel dat ik hem straks op de dag zelf nog kan aankleden met de finish in touch. De halve pagina ernaast. Deze had ik al gemaakt in een live uitzending. Mocht je die terug willen kijken, dan staat die op YouTube. Maar dan heb ik deze pagina gemaakt. met de snow globe van Jozet. En met dus die diertjes uit deze plannerstans. Maar ook uit deze nieuwe stans. En deze is voor de sidekick. Dat is dus niet de grote A5. Maar deze kleinere. Maar je kunt alles heel goed met elkaar combineren. Dus ik heb de diertjes hiervan gebruikt. Ook weer bij deze. En zo krijg je eigenlijk een hele leuke setting met kleine en grote diertjes. Dat het net een familie lijkt. Nou, het structuur past daar al op. Een tekststempel erbij. En even kijken of dat een nieuwe is. Dat weet ik al niet eens meer. Het is alweer even geleden dat ik dat had gemaakt. Even spieken hoor. Nee, ik denk dat het al van een andere stempel is. Dat weet ik zo even niet. Maar zo kun je dus heel leuk iets maken. Heb je misschien de day-by-day page ook bij de hand? Ja, die ga ik zo meteen ook laten zien. Ja, klein beetje klinkt bij verkouden, hè? Goed. Dat heb ik die stans maar laten zien. Bij deze sidekick zit dus ook een superleuke snow globe. En die, daar ga ik nog een voorbeeldje mee maken. Die kun je dus helemaal op gaan bouwen. Dat je deze op elkaar plakt. En dan een bodempje weer opplakken. En dan krijg je dus een heel leuk snow globe idee. Waar je weer deze diertjes in kan zetten. Maar je kunt ook zeggen, ik ga daar foto's in plakken van die dag. Of ik ga er een klein schutelementje van maken. Je kunt natuurlijk ook deze basis, of deze matlaag van de sidekick, natuurlijk altijd ook weer gebruiken in gedeeltes op je grotere pagina. Want dat past natuurlijk altijd. Dus zo ja, vind ik het altijd wel fijn dat je gewoon heel veel dingen met elkaar kan combineren. Binnen Elizabeth Craft Design. Dus dat doen we dan ook maar. Hè? Nou, dan heb ik nog een sidekick. Stans. Dat is ook de Day by Day. Daar werd naar gevraagd, dacht ik. Van Suzanne Kobus. Ben ik nog mee bezig. Ik heb een heel leuk... Oh nee, daar ben ik al mee bezig geweest. Ha. Maar niet in de sidekick. In de grote planner. Het is eigenlijk een formaatje voor de sidekick. Kijk maar deze afmetingen van deze Day by Day. Even kijken. Remember Day by Day. Die gaat hier niet inpassen qua afmetingen van gaatjes. Je kunt hem natuurlijk hier wel inmaken. Want dan krijg je dat deze twee wel kunnen en die drie sowieso. Dan moet je hier onderin een extra gaatje maken. En die op een of andere manier gaan bedekken. Maar hij is ontworpen voor de sidekick. Dan zit hier een vak waarmee je, er staat een 1 en een 2 in. En hier heb je dan nog een 0. Dus je kunt er 2021 mee maken, maar je kunt ook 2022 maken. Dus zo kun je met deze jaartallen spelen. Daarmee ben ik al begonnen. En daar voor deze basis heb ik dus gebruikt op deze pagina. Ik heb eerst gewoon een normale plannenpagina gestanst. En daarna een matlaag. En ik had nog een stukje jute ergens bij de supermarkt gezien. En die heb ik gewoon geknipt. En daar heb ik dit frame op vastgeniet. En daar heb ik een leuke tekst op gestempeld met ook een nieuwe stempel. Zal ik die ook meteen laten zien. Dat is deze stempel waarop staat... Merry Everything, Cozy Days, December Stories, Peace on Earth, Happy New Year, Special Delivery, Happy Holiday, Today's Details, Best Time. Nou, en dan wat leuke cirkels. Hier kom ik zo meteen even op terug. Want voor deze cirkels is een bijpassende stans gemaakt. Ideaal, hoef je niet te knippen. Houden we van. En ook hier dat grote nieuwe cijfer weer, hè? Die 3. Die komt hier ook weer terug. Ik leg even een beetje aan de kant wat ik al heb gehad. Even kijken. Dan is er deze. Ook daar heb ik echt nog geen tijd gehad. Iets met de nieuwe baan, ook druk mee. Dit is een hele gave pagina. Hiermee kun je vakjes maken. Wat ik als tip kreeg, is dat je heel goed de kleine vakjes waarmee je een mat laagje kunt maken, bij het goede vakje houdt. Omdat de afmetingen net iets verschillen, dat je wel het goede maatje erbij houdt. Maar hiermee ga je klapdeurtjes stansen. En ik ga eens even kijken of ik dit kan laten zien. Op de stansmal zie je lijnen waarbij je het gedeelte stans, dus die staat iets omhoog. Bijvoorbeeld bij deze staan die, die en die omhoog. En hier is die gelijk. Dat betekent dat dit gedeelte niet stanst. Maar dit stanst hem wel uit, dus je krijgt daar een klapdeurtje van maken. Dat klapdeurtje kun je gebruiken om weer dingetjes achter te plakken, op te plakken. Dus daar kun je echt wel wat leuks mee maken. Zit ook nog in mijn planning. Maar dat komt helemaal goed. En draai, je hebt hem dus voor deze kant. Maar als je hem omdraait, kan die ook aan de andere kant. En dan staan er vakjes ook in een andere tegenovergestelde richting. En kijk maar ook bij de ECD Family Groep. Elizabeth Craft Design Family Groep. Daar staan ook al heel veel voorbeelden in. Dus dat gezegd, gaan we door. Naar de volgende. Voor de sidekick. Dus niet deze, maar de kleinere maat. Misschien weten jullie wel dat er bij de grotere planner een formaat was. Waarmee je een stempel weekplanner in kon maken. Heb ik die hier? Die heb ik vast hier. Voor de grote planner, sorry, was dat. Dat is deze stempel. Daarmee kun je this week kun je helemaal invullen. Daar kun je dit helemaal invullen. Dat was voor de grote planner. Is er nu ook voor de kleine planner met de stans erbij. Of voor de sidekick. Dus Esther denkt overal aan. En dat is heel fijn. Daar heb je een leuke basis waarmee je een insteek kan maken. En ik heb die ook al gemaakt. Maar waar? Ja, leuk voor een adventkalender die maal. Zeker weten. Oh, ik ga het even laten zien. Ik heb wat leuks op de kop getikt bij een winkeltje hier in Eibergen. Met kerstdingen. Kijk dan hoe leuk. Een soort metalen plaat met Christmas trees, farm fresh. Die staat mooi op mijn hobbykamer. Maar ik verschoof hem net iets. Dus ik denk, ik laat hem even zien. Dus dat uitstapje. Hoe zei je dat? Elizabeth Craft Design Family. Dat is een groep waar allerlei inspiratie opkomt met Elizabeth Craft Design. Dan heb je ook nog Elizabeth Craft Design Planners en Journaling. Maar ik zal die groepen even plaatsen. Want daar kun je best wel veel dingen zien. Even spieken hoor, waar ik dat heb gelaten. Ik heb echt de pagina al daarmee gemaakt. Ja, gevoeld. Deze pagina is dat. Daar stans je dus eigenlijk een basis mee uit. Waarmee je de weekplanner erachter kan schuiven. En daar hoort dan dus deze stempelset bij. En dat is eigenlijk dezelfde als de grote, maar dan iets kleiner. En er zitten dan ook weer leuke stansen bij met wat je ook weer in deze lijntjes kan stempelen. Met this week includes, day by day, survive today, vacation, birthday, no day like today, life is better with friends, favorite story. En ook grotere teksten en leuke labeltjes waar ook weer bij passende stansmallen zitten. Hoe leuk is dat? Dus daar wordt allemaal aan gedacht. Dat. Dus dat heb ik hier al gemaakt. Leuk plantje erop van de Home Jungle. Nou, die nieuwe reinforcers met zo'n klavertje 4. Ook heel leuk. Dus ja, heel veel leuks. Hè? Dus dat is in de sidekicker pagina. Dit zijn alle pagina's die ik tot dit jaar heb gemaakt. Tot nu toe. Deze is al aardig gevuld. Dit rondje, daar wou ik op terugkomen, want die stempel heb ik net aan jullie laten zien. En die heb ik nu al weggelegd. Hier. Oh, en die zit ook trouwens bij die andere. Deze kun je, er zit een leuk stitsrandje in. En daarmee kun je deze stempeltjes uitstansen. Kijk even wat jij fijn vindt. Misschien wil jij eerst alle rondjes stansen en daarna erop stempelen. Misschien wil jij ook eerst stempelen en daarna de rondjes uitstansen. Ja, door. Nee, leuk afgescheurde pagina. Maar goed, jullie gaan echt wel veel meer dingen zien. Dan de volgende. Een leuke basispagina, voor ook in de grote planner, met kaarsen als basis. En die kaarsen zitten er ook nog weer los bij. Dat je ze heel leuk kan gaan opbouwen in laagjes. Met de kaars zelf. Met wat kaarsvet en wat in een vuurtje zelf. Heel leuk. Dus daar ben ik ook al mee bezig geweest. Even kijken waar ik die had. Hier heb ik hem. En hier zie je dus ook dat label wat ik net heb gebruikt. Of wat ik net liet zien met dat stansen en stempel erbij. En deze is nog van het vorige boek. Hier heb ik de kaarsen gemaakt met structuurpasta erop. En een leuk label uit het vorige boek. En er zit een schutgedeelte achter. Dus ik heb vellum voorzien met embossingpoeder. En een leuk randje eromheen gemaakt met de foamboot kit. En dat is echt een superleuke kit. Die er al best wel een tijdje is. Maar wat misschien toch een beetje ondergeschoven kindje is. Ja, de kaarsen zijn voor de grote plannen. Maar je kan ze natuurlijk ook, zoals dit, kun je ook echt wel los gebruiken in je kleine planner, hè? Dus dat is niet, of in een sidekick. Dit is de foamboot. Daar kun je dus een hele leuke telefooncel mee maken. En een basispagina ernaast. En die heb ik gecombineerd met deze lijn. Kijk, maar als ik hem dan omdraai, zie je hier de telefooncel. En ik heb hier de achterkant beplakt. En deze rand is van goud papier gestanst. En dat is eigenlijk de draad van een telefoon. Dus ik heb daarmee de aankleding gedaan. En dit cijfer is een nieuwe stempel. En deze stempels zijn alle cijfers tot en met 31. Met wat grote tekst erbij. Die ook weer passen op deze stans met al die vakjes. Dus deze stempels en die nieuwe stanscijfers gebruik ik om mijn dagen aan te duiden in mijn planner. Dank jullie wel. Ja, ik was ook best wel blij met deze pagina. Ik vond het wel een leuke. En deze kant die moet ik natuurlijk nog aankleden. Nou, en de achterkant heb ik dan ook al beplakt. Eigenlijk is daar niet heel veel nieuws op. Met het getal 16, dat is wel een nieuwe. De parcelpost is een nieuwe stempel. Deze stippen, die is ook nieuw trouwens. Ik kan wel zeggen, die is zoveel nieuws. Dit is een nieuwe stempel voor de notepieces. Deze stempel wordt gebruikt om bullet journaling in te doen. Maar ook om notities op te schrijven. Of wat jij ook wilt. En die past bij de 1739. Bij de set notepieces. Daar zitten van deze basis stukjes in die je kunt gebruiken op je pagina. En zoals je ziet past dit daar perfect op. Dus bij deze notepieces hebben we nu ook bijpassende stempels. Ik zie dat er heel wat gezegd wordt onder reacties, maar ik volg nu niet even meer of er nog vragen zijn. Dus ik weet niet goed welke reacties ik nu moet volgen, wat er allemaal gezegd wordt. Dus een hele leuke stempel. Ah ja joh, wat vind ik niet leuk. Die heb ik volgens mij nog ergens gebruikt. Even kijken hoor. Ja, hier. Hier zitten al wat dingen op uit een oude rogelijn. Maar hier heb ik hem voor een deel gebruikt. En hier, eigenlijk is die zo lang. Maar ik heb hem gewoon afgeknipt. En het onderste deel gebruikt. En daar op het cijfer 2 gestanst voor 2 december. En dit deel bewaar ik gewoon. Zodat ik hem een andere keer nog kan gebruiken. Dit meisje is ook van de nieuwe stempel. Maar die heb ik uitgeknipt van het geheel met de kerstboom. Dus je hebt een kerstboom. Dat is een nieuwe stempel met het meisje. Maar je kunt het meisje dus ook los gebruiken. Ben ik er dan doorheen? Nee. Heb ik alle pagina's verteld? Dat denk ik wel. Heb ik hier wat nieuws? Oh ja, nieuw papier heb ik bij deze gedaan. En het cijferstempel. Dat was het voor in deze planner. Oh ja, de gnomes zijn ook heel leuk. Die kun je dus ook heel leuk hierbij combineren. Dan is er nog een beetje een ingewikkelde set. En daar wordt vast een keer een live over gedaan. Daar wil ik best een keer een live mee doen. En daar kun je een schuifsysteem maken. En dan moet ik hem eigenlijk een beetje vasthouden. Daar kun je een lens krijg je daarmee. Dus je kunt een plaatje hierachter. Als we nou deze eens pakken, dat meisje. Nou zit hij verstopt. En ga ik met dit lipje hem opendraaien. Tatatata, dan komt een meisje tevoorschijn. Doe ik hem weer dicht. Dan is die ook weer dicht. Maar dit vraagt wel een beetje... Kijk, er zitten allemaal, ik zal het laten zien. Er zitten best wel wat onderdeeltjes bij. Wat handig is om te weten hoe het werkt. Hij kan in de sidekick, want daarvoor is een basismaal gemaakt. Maar je kunt hem natuurlijk ook in de grote planner gebruiken. Volgens mij wordt daar vast nog wel meer een live mee gedaan. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik vind het zo'n leuk idee dit. En dit is ook leuk voor op de camera kit als je die hebt. Maar ook op gewone kaarten. Hè? Als je een kaart hebt en je wil daar een leuke foto van een kleinkind of huisdier of wat dan ook maken. Dan kun je die dus zo ergens op gebruiken. Maar het is een systeempje. Tip. Bestel dan deze glue dots mee. Die zijn super handig erbij. Oh, ik heb nog koffie. Het zijn kleine glue dots. En die heb je eigenlijk wel nodig om dit te maken. En dat zijn kleine glue dots. Ik zal ze even laten zien. Ik denk niet dat je het eens heel goed kan zien. Maar het zit echt... Het is zo'n dingetje. En die heb je nodig om dit systeem te laten werken. Dus dat zijn de glue dots. In één pakje zitten er 252. Dus daar kun je wel even mee. Eens even kijken. Dat was die. Dit is mijn basisvoorbeeldje. Zo weet ik altijd zelf ook hoe die moet. Vond ik wel handig. Heb ik dan nog meer? Ja, nog één stempel. En dat is een grote maandplanner. Kun je dat zien. Kun je verjaardag opzetten. Bijvoorbeeld hierboven stempel je de maand november. Esther heeft een hele leuke verjaardagskalender van gemaakt. Nou, is ook een soort een beetje een weekplanner wat je weer kunt verwerken in je pagina's. Met een leuke boekenstapel erbij. Daar hou ik wel van. En nog allerlei leuke kleine tekstjes die je in deze kan stempelen. Dus eigenlijk is er weer heel veel leuks. Dacht ik zo. Maar goed, ja. Voor dit ben ik best wel makkelijk te volgen. Wat ik dan nog wilde laten zien. Wat ik al een beetje heb geknipt. Het zijn deze rondjes dus. Die heb ik al voorbereid. Die rondjesstempels. Nou heb ik al een beetje in bruin kleuren en zwart gedaan. Waarvan ik weet, oh dit gaat bij me passen. Nu is de één stempel. Met dit leuke kerstboompje erin. Christmas time is here. En daarbij heb ik het middengedeelte eruit geknipt. Dus je krijgt een soort open rondje wat je weer ergens op kan gebruiken. Je kunt hem dus ook gewoon kijken of ik dat nog heb in dicht rondje. Zou wel niet, want ik vond het echt heel leuk. Oh jawel, heb ik nog wel. Hij is normaal dicht. Maar hier is die open en heb ik hem gekleurd met watercolor. Dus zo kun je eigenlijk ja, zoveel dingen doen. Heel veel. Dus ik ben al lekker begonnen in mijn DecemberDaily voorbereidingen. Zodat ik straks, nou ja straks is het al bijna december is, daar lekker mee verder kan. Maar ook al wat pagina's wel een beetje klaar heb. Omdat ik weet dat het gewoon voor mijzelf zijn het altijd drukke maanden. Dat ik weet als ik alles nog vanaf nul moet beginnen, dan ga ik niet redden. Wat ik even ga kijken. Nou ja, dit heb ik jullie allemaal al laten zien. Daar heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel meer over te vertellen. Dus ik denk, even kijken hoe laat het is, dat ik zo gewoon ga stoppen. Ik ga even een leuk fotootje maken waarop je een aantal van de pagina's kan zien. Ik ga ze in de loop der tijd ook nog wel wat los plaatsen. Ik ga nu niet meer eerlijk gezegd met een nieuwe pagina beginnen. Dat ga ik vast binnenkort nog doen. Of via een blogpost of hoe dan ook. Maar voor nu ga ik het hier wel bij laten. Ik hoop dat jullie het een leuke live vonden. Dat jullie een beetje wat ideetjes hebben gekeken. Kijk dus vooral ook in die groepen. Ik zal ze straks even plaatsen bij de foto. Ja, kijk vooral ook in die groepen waar nog meer inspiratie is. En als je zelf wat hebt gemaakt, plaats het vooral in de groep. Dan kunnen andere mensen daar ook weer van geïnspireerd raken. Voor nu ga ik ermee stoppen. Al zou ik heel graag door willen. Het is misschien beter dat ik dat even vanavond niet doe. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week? Oh, ik weet niet. Ik weet niet eens of ik volgende week maandag erbij ben. En anders ben ik er volgende week zaterdag met de online demo dag. Of workshopdag. Met IZINK. Dus we gaan elkaar vast. Jullie horen me vast wel weer. Heel veel echt bedankt voor het kijken. En succes met de keuzestress. Fijne avond allemaal. Doei!